Hey... Hallo allemaal. Gaat het ook zo goed met jullie? Ik kan er niks aan doen, met mij gaat het hartstikke goed. Ik heb een huwelijk gehad, ik ben in een grijs verleden. Toen ging het niet zo goed met mij. Ik denk goed na voordat je trouwen gaat. Maar nu ben ik lekker een man alleen. En ik heb een uh, een jaar contract. Het loopt uh, eind dit jaar af, dus over een paar weken. Dus bij de gemeente Arnhem. Ik ben buurtconciërge in Klaredal. Maar ik heb van onze coördinator gehoord en zijn baas was er ook bij, zijn coördinator, leidinggevende, dat ze hebben nog geld. Voor het volgende jaar. Nou, en aangezien we heel lief zijn geweest. <laughs> iedereen is positief over ons. Ik heb echt nog geen enkele klacht gehoord. Mensen zijn alleen maar blij. En we doen praktische dingen: dus rotzooi opruimen, fiets wrakken rapporteren. Dat is ook een heel stom gedrag van mensen. Hebben ze een oude fiets en dingetje? Ja, ik vind het eigenlijk toch niet zo leuk. Laat me staan. Ja. Uh, kijk wat een mythe dat geeft man. En, uh, als je zomaar een fiets weghaalt. Ja, hé, hey, is mijn fiets. Ja, de rechter noemt dat diefstal. Dus. Ja, dan blijven echt fietsen heel lang staan en de bewoners die weten dan wel van ja haal dat ding maar weg want het staat er al anderhalf jaar en dan hoef je niet te denken dat iemand hem nog komt halen maar zo'n fiets moet wel gebreken hebben en als die geen gebreken heeft en dan moet hij er meer dan drie hebben of drie of meer gebreken dus meer dan twee ja dan mogen ze hem weghalen dus dat pas ook op, hè? als jij een fiets hier in Klagendorf. Ik weet niet of in Amsterdam of Utrecht de regels hetzelfde zijn. Maar hier in Arnhem is het zo dat als jij een fiets op straat laat staan met uh, een kapot licht. en uh, de remmen doen het niet. en uh, noem maar eens wat. de, 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 de ketting is uh, verroest en uh, er ligt ook los of zo hè? Of god beter het, dan een voorwiel eraf. Ja, dan ben je, je gewend. Als je de pech hebt dat er een langs langskomt en die zegt: Hé, hey, maar een rot fiets. Ja, dat is dus mijn werk. En dat is heel leuk, heel sociaal werk. En je bent de tijd buiten. Nou, dat is nu een beetje wennen omdat het zo koud is. En we krijgen oh ja, we hebben extra beschermende kleding gekregen van de gemeente. Dus uh, ik ga er maar vanuit dat wij nog wel een jaartje voor die jongens werken. En dat is een leuk, jongen, in zo'n gemeenteorganisatie. Ja, lach je kapot. Maar er zitten ook allemaal uh, human <laughs> Van die heeft een pesthekel aan die. <tus> En die andere, ja, die snapt wel dat die ene een pesthekel heeft, maar ja, het blijft toch je collega. Weet je. <laughs> oh ja, ja, het is een beetje raar rare maar ja, we moeten toch met z'n allen door. Je. Ja, is leuk werk. Ik wil even wat kwijt hè, over de, de alternatieve media. Vanmorgen, het is nu zondag 5 december. Sigens komt de stoomboot. En vanmorgen was ik aan het kijken naar een interview bij Café Weltsmerts. Oh, er was iemand van Weltsmerts. Ik vraag me nog even niet hoe die heette. Een man met een baardje. En een auteur. En die auteur die had dus een boek geschreven. En dat boek was iets als. De essentie van water. Zo. En dan gaat hij interviewen. Bij zo'n beetje elke zin. Die dan de geïnterviewde. Dus die auteur van het boek. zo'n beetje elke zin of alinea. Ja. Als je dan hoort van. Oh, het einde komt eraan. Ja, dit is volgens mij het laatste woord van het zicht. En dan ga je gelijk zeggen: Ja, ja. 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 Ja, en uh, ook. Uh, en dan. Er is zo'n geïnterviewde. die is nog aan het spreken. Die haalt even adem. En dan denkt de geïnterviewde. van nou. je hebt nou. Uh, vijf zinnen mogen zeggen. ja nou mag ik. Want ik heb ook nou. plotseling. nu erover begint. ja ik heb ook nog een leuke anekdote. Oh, een punt was, ik vond het best interessant. Maar dan gaat zo'n gozer van welsmers. Je gaat de godgansen tijd uh, uh, bevestigen. Nou, ik begreep het toch hoor? Ja, ja. Nou, ja, dat klopt. Ja, ja, praat vooral door. Ik wil je niet in de reden vallen hoor. Maar praat vooral door. leuk. Ik, ik, ik heb het stopgezet, ik kreeg er daadwerkelijk lichamelijke klachten van. In de zin van buikpijn. Zo'n opkomend gevoel van misselijkheid. Wat is dat nou? Waarom kan je die mensen niet laten uitspreken? En die meneer van de buitenparlementaire onderzoekscommissie... Uh, die doet het nog tien keer zo erg. Tom Switzers, van de Blue Tiger, die zit ook de hele tijd... Ja, ja, mm -hmm, ja, ja. Ja, ja. En, uh, uh, dat was gisteren dacht ik die keek. Dat was uh, uh, Robert Jensen. Die had Adam Curry. Of wij zeggen ze een Adam Curry, hè. Maar hij had eigenlijk Adam Curry. Nou, een man die ik uh, hoog, uh, daar heb ik een hoge pet van op. Ja, ik denk dat ik iets meer weet van de wereldsituatie dan hij, maar dat maakt het niet uit. Ja. Daarom kan ik nog steeds wel naar hem luisteren. En Robert Jensen hem ook de godganse tijd in de reden vallen. Nou, dat, ging, dat werd zo erg, dat Adam Curry op een moment tegen Robert Jensen zei van kijk... Als ik even mag, dan maak ik nu even mijn verhaal af... wat ik twintig minuten geleden aan het houden was, maar toen viel jij me in de reden. En zal ik even afmaken wat ik toen aan het vertellen was. Nou, Tom Switzers van de Blue Tiger, die zit er zelfs om te lachen. Ja, in de commentaar zie ik heel veel dat ik vaker mijn mond moet houden. Ha, 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 ha. Nou, het is bloedirritant als je iemand de godganse tijd loopt te interrumperen. Ja, ik wil je niet in de reden vallen. Ga vooral door. Wat is dat voor een emotionele toestand? Ik vind het irritant. Ik, ik wend me daarover op. En de reden dat ik me erover opwind is dat ik denk: van ja, als de alternatieve media nou verdorie niet eens dat fatsoen op kan brengen, dan zijn we allemaal reddeloos verloren. Van oh, de alternatieve media, dat zijn van die mensen en die, uh, ja, die gaan dan praten en die vallen elkaar de hele tijd in de reden. Dus dan een stukje geïnteresseerd te luisteren naar wat Adam Curry aan het vertellen is, dan gaat Robert Jensen weer over iets anders beginnen. Van ja, ik wil even terug naar Donald Trump. Laat Adam Curry uitspreken. Verdorie. Ja, het is natuurlijk een beetje het toneel wat ik nu doe, maar ik ben niet echt boos. Het is me ook weer niet waard. Maar ik irriteer me de wel aan en ik vind het vooral jammer. Het is... En een ander ding is taalgebruik. Ik hoor soms, uh, Robert Jensen maakt zich daar schuldig aan, uh, vieze woorden gebruiken. En dan kun je zeggen: Fok is geen vies woord. Ja, maar, nee, ik denk dat Robert Jensen zelfs ook fuck heeft gebruikt. Dat is de geslachtsdaad. Dat wat papa en mama hebben gedaan voordat jij geboren werd. En je moet dat niet gebruiken. Uh, misschien dat Robert Jensen dan zegt, ja, maar die jeugd, he, die moet je aanspreken in hun eigen taalgebruik. Nou, dat moet je helemaal niet. Hoe kom je erbij? Je moet respectvol spreken. Ook tegen de jeugd. En ervoor zorgen dat dat wat jij te zeggen hebt, dat de jeugd dat ook kan begrijpen. En dan het liefst vanaf acht jaar en ouder. Maar dat betekent het niet dat je dan die straattaal moet gaan bezigen. Ja, ik hoor er ook bij. Dat doe ik niet. Ik, ik werk uh, wekelijks met kinderen. Nou, uh, die vertellen mij in principe alles. Hé, hey, Perry, Hartstikke close. Maar ik gebruik geen vieze woorden. Ik ga niet zeggen what the fuck. En wat ik ook vind dat niet kan. Dat zijn. anglicismes. Nou, überhaupt het gebruik van buitenlandse termen. Hè, jij hebt in het Nederlands het woord. Uh, überhaupt. Ja, die mag. En zo zijn er nog een paar voorbeelden. Maar iets als s'il vous plaît". Ja, iedereen weet, uh, SVP, iedereen weet wel wat dat betekent. Maar dat zeg je toch niet? Je zegt alstublieft. En niet ple. En uh, mind, weet ik veel, ja. ja let er eens op. Hoe vaak mensen niet een Engelse kreet er maar in sleuren. Ja, uh, het is de government. Ofzo. En wat nou de government? Dat is de overheid. Ja, oh, de mainstream media. Nee, dat heet de staatsomroep. Dan noem de dingen bij de naam. Mainstream media. De staatsomroep is het. Ja, maar RTL is niet van de staat. RTL is wel van de staat. Die staat onder vo volledige controle van de staat. De, de RTL, eh, radio TV Luxemburg. is eh, dus als die buiten de pot pist, dan zijn dat station, halen ze niet de lucht uit. Want daar zijn ze al lang blij mee. Hè? Maar die directeur dan op dat moment eh, die kan een andere baan gaan zoeken. Dus het is niet mainstream media, het is de staatsomroep. En onze staatsomroep, die valt onder de Europese staatsomroep. En die valt dan weer onder de mondiale staatsomroep. En de mondiale staatsomroep, die valt onder de paus. En de paus, die valt dan weer onder de mensen met de poen. Die de paus weer betalen. Hij noemt de dingen bij de naam. En wat mij ook. Ja, dat, dat, dat moet mij ook van het hart. Dat, dat er gesproken wordt over uh, het christendom. Hm? Het westerse erfgoed of zo. En dan uh, rekenen ze daar de katholieken ook bij. Maar katholieken zijn geen christenen. De katholieken, dat is een, een, een hiërarchische structuur die bekend staat vanwege heksenverbrandingen. En, trouwens, iedereen die maar een beetje buiten de boot viel van dat doen we niet. En als je iets anders wilde geloven dan wat de paus zei, ja? dan was je zonder middelul. Ze hebben de albigensers uitgemoord. Ze hebben de waldensers, nou, daar niet helemaal kunnen uitmoorden. Daar heeft ook niemand het over. En mensen doen, ja, katholicisme, dat gaat toch ook over Christus? Ja, ja precies. Ja. Want, oh, oh, er zitten wielen onder. Nou, dan is het een auto. Ja, of een handkar. Ja, maar het heeft toch vier wielen? Uh, ik vind, een auto heeft vier wielen. Uh, nou, dit heeft vier wielen, dus is het een auto. Nee, een handkar is het een bolderkar Katholicisme is geen christendom, klaar. Noem niemand op deze wereld je vader. Daar zit geen woord Frans tussen. Ja, maar dat die katholieken het nou moeten doen en houden de vrede erin. Ja, dat dachten die katholieken ook hè met die Waldensers. Die katholieken dachten er heel anders over met die Waldensers en die Albigensers. Afslachten die allemaal als ze niet met ons meedoen. Nee, die katholieken zaten achter de genocide van Kroatië. Die katholieken hebben Hitler uh, helemaal geoutilleerd. De SS van Hitler, die organisatiestructuur... dat is een katholieke organisatiestructuur. Namelijk de organisatiestructuur van de Sociëteit van Jezus. En Hitler heeft nog en plein publiek zijn dank uitgesproken... aan het katholieke bestuur... Voor die mooie organisatiestructuur. Dat had hij zelf niet kunnen verzinnen. En wat waren we blij met die SS, hè? En daar zwijgen ze over in alle toonaarden. Iedereen. De volkermoord in Rwanda, daar zat de katholieke kerk achter. De moord op Abraham Lincoln. Daar zat de katholieke kerk achter. De moord op Willem de Zwijger. Daar zat de katholieke kerk achter. De, het termineren van Mossadegh in Perzië heette dat toen, volgens mij nog. De, daar zat de katholieke kerk achter. De CIA. Daarvan denkt iedereen. Ja, dat is de Central Intelligence Agency. Nou. Uh, je moet de mensen de mond voeden, of zo. Die allemaal denken dat het een hele andere afkorting is. Dat is een grapje. Dat heet uh, Catholics in action. <laughs> We zijn maar katholiek. En daar heeft niemand het over. Ja, dat is kennelijk niet belangrijk. De Amerikaanse ambassadeur die bij het Vaticaan heeft gezeten. om Amerika te vertegenwoordigen in Vaticaanstad. En Vaticaanstad is een staat. Dus vandaar dat je daar een Amerikaanse ambassade hebt. Dus heeft die man daar een paar jaar gezeten. en daar een boek over geschreven. En dat boek heet The Global Vatican. En daarin zegt de man. Rooney heet hij. R-O-O-N-E-Y, uh, zegt die, die ambassadeur dat hij uh, onder de indruk was over de, de daadkracht en de zorgvuldigheid van het Vaticaan in het bepalen van zowel de binnenlandse als de buitenlandse politiek van Amerika. Ja, die man, dat is dan... Uh, oh, die is gek. Nee, het was de Amerikaanse ambassadeur in Vaticaanstad. En dat boek, dat is iets van 150 euro of zo. Ik kan het wel opzoeken, maar ik heb nou geen zin in. The Global the, nou, ik Nou, ik doe het gewoon toe. Even Kijken wat ik kan kopen. En dat, dat komt helemaal niet aan de orde, man. De Global Vati. Hé, hey, daar is ook een PDF van. Dat meen je niet. Oh ja, deze gaat niet, die hebben ze eraf gehaald. Oké. Okay. ...de Global Vatican. Nou, hier kan je, je kan hem kopen op Amazon.com. Francis Rooney... heet Hoe kost dat ding? Hé? Het is goedkoop. Oh, kennelijk... ...prijsverlaagd. Jeetje. Een hardcover... ...kan je kopen voor 8,63 dollar. Oh... Ah, daar hoor je het helemaal zeg niet over. Ja. Uh, dit zou je even moeten lezen, het boek. Uh, je moet een creditcard hebben bij Amazon. Ik ga even nog meer hebben. E-books, kan je het ook doen? De Netherlands. Nederlands. Uh, even kijken hoor. Hoe kost het dan? Je nee, kan niet echt zien hoe ik het kan kopen. Oh ja, oh ja, 17 euro. 33. Nou, dat is te doen. En hoe kan je betalen? Uh, kan je. Uh, je uh, E-mailadres? Dat wordt ingewikkeld. Even kijken of je kan kopen met uh, Ideal. Nee, alleen met PayPal. Ja, oké. Okay. ook niet wel aan. Moet je aan het boek komen dan? Ah, zo stil. Ik haal dat PDF er even af. Ik ga gewoon kopen. Oh, je kan hem ko hey, je kan hem bij Bol.com kopen. Oh nee, het is een andere. Ja. Je kan hem kopen bij Frugo.nl. Dan kost het 31 euro, plus 8 euro verzendkosten. En dan kan je betalen via Ideal. Nou, ik kan je hem zo hebben. Voor uh, vier tientjes heb jij het hele boek. Ik ga het zelf controleren. Als je helemaal geen zin hebt om die poen uit te geven. je hebt ook helemaal geen zin om zo'n boek te gaan zitten lezen. Uh, dan moet je. Ik ga ook even proberen. Ga ik nou Opera opstarten? Een trucje voor jou: Ik heb Opera geïnstalleerd. Een opera heeft geen toegang tot mijn sleutelhanger toestanden. Dus, uh... En dan kan je ook nog in een privéstand gaan browsen. Ik, ik gebruik ook Chrome en Firefox. Maar ja, er zitten allemaal cookies in opgeslagen. Daar word je niet zo blij van. Dan ga ik hier even intypen. De... Glo, oh. fout, global van die kan. En dan Tom, Tom, Fris. Ja, ik tip vakjes te maken met dubbel S. Ah. Oh. Kijken, ja, dan leest hij hem voornamelijk. Ik heb hier nou de hele. Ja, dan moet je. Uh, ik ga een ja, ik heb hem heel snel gevonden. En dan wordt het boek voorgelezen in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wat kost je dus alles bij elkaar. Is dat ongeveer, uh, pak een beet. wat zeg ik nou? Jeetje, wat een hoop. Um... Nou, dat is heel fatsoenlijk. Een 99 uur. Maar dan krijg je wel de commentaren van Tom Fraz. Je moet zeggen Fraz op zijn Amerikaans. Maar je schrijft Fries met dubbel S. Ja, Fries van Friesland. ...maar je zegt Tom Fress. Want die Amerikanen... Die, ...die kennen niet echt veel. Die, ook geen Nederlandse. Grapje. En dan kan je zeggen... ...om luisteren. En Tom Fress... Die, uh, ja, ...die leest dan een stukje voor... ...en die gaat dan gelijk... Het ja, is altijd hetzelfde wat ik kan. En hier staat het ook nog. En hier gaat het helemaal vanuit de plaats. Ja, je moet het tegen kunnen, natuurlijk. Maar je kan. Uh... Ik zit hier te kijken naar zo'n playlist. En wat staat hier? Er staat op YouTube. Kan je zelf ook allemaal aan bestuderen? Door het is het Vaticaan. Nou, beter gezegd: Het Vaticaan is een project. Net als Washington DC. En de Square Mile in Londen. London City. The City of London. En de City of London, net als Washington DC. dat zijn uh, soevereine stukken. Die staan. Het is niet een onderdeel van. Dus Washington DC is geen onderdeel van Amerika. En de Square Mile is geen onderdeel van Engeland. of het Verenigd Koninkrijk. Niet. En het Vaticaan is geen onderdeel van Italië. Maar die drie. Uh, de uitvoerende instanties, die worden centraal aangestuurd. Uh, in principe overal vandaan. De uh, global Vatican. Het zijn rijke mensen, zijn de het zijn aristocraten. Het is oud geld. En niemand heeft het erover. En dat is een schande. ik ben niet een bijzonder mens. Dat ga je niet zeggen. Vraag maar mijn dochter. Hahaha. Ha, ha, ha. Ik ben geen bijzonder mens. Maar ik weet het toch ook? Dus waarom weet Stom Zwitser het dan niet? Nee? Of Robert Jensen. Of Adam Curry. Die, die zwijgen daarover in alle toonaarden. Want als je het maar niet hebt over de paus. Nee nee nee. nee, nee, nee. Niet over de paus praten. Nee, nee want die de, de, de genocide in Kroatië en die genocide in Rwanda. en de, ja, de Vietnamoorlog krijg je dan ook nog. in die oorlog in Noord-Korea, Zuid-Korea. Nee, dat wordt echt te veel. Laten we de zaak maar laten rusten. En laten we vrede sluiten met de paus. Ja, mooi vooral dan. Waarom denk je dat Greta Thunberg daar op audiëntie is gevraagd? Omdat het hele project Greta Thunberg is een project van de paus. Oh, de Club van Rome, die kwam in, uh, met een rapport in 1973. Dat rapport heette uh, Grenzen aan de Groei. How dare you. Dat is wat de katholieke kerk doet: die reduceren ons. Dat, is, dat hebben ze altijd gewild. Nooit iets anders. Een reductie van de populatie tot meerdere eren en glorie van zichzelf. Altijd was dat zo. De, de, de katholieke kerk is de voortzetting van Babylon. Er is een boek geschreven, 80. Uh, nou... Nou, in op zijn Engels heet dat boek The Two Babylons. En het is vertaald in het Duits. En dan heet het Van Babylon naar Rome. En daar wordt de link gelegd heel duidelijk tussen Babylon en Rome. Dat is één en hetzelfde. En om die heen te breien loopt de alternatieve media gewoon heen. Want ja, als je het daarover gaat hebben, dan is het niet meer politiek correct. Dus ja. Dat over de alternatieve media. En dan komt het meest hekele punt. En dat is taalgebruik. Het gebruik van woorden. Woorden zoals maar en tenzij. En Echt. En Gewoon. En nogmaals. En zinnen zoals. Uh, en dit heb ik vaker gezegd. En wat ik wil zeggen. Uh, dat soort dingen en stotteren. Robert Jensen die stottert. Dat, dat, dat vind ik niet om aan te horen. Ik moet eigenlijk. Dat vind ik niet om aan te horen. Ik vind het echt niet om aan te horen. Ik wil helemaal niet weten dat Robert Jensen

Dus ja, laten we tot die tijd hè, in alle rust genieten van de schoonheid die de grote oorzaak heeft veroorzaakt. Ja, een beetje uh, dankbaarheid en respect ja, voor dat wat jou elke dag wordt gegeven. Gaat Gratis even niks. Ja, maar Mark Rutte zit er ook nog steeds. Ja, nou, wat wou wat je met die man doen dan? Peenpollen? Op zijn schoenen? Heb je enig idee hoeveel werk dat is? Ja, dat mag wel, maar ja, regel het, zou ik zeggen. En dan lekker veel camera's erbij natuurlijk. ja dat zijn dingen, daar moet je zelf wat aan doen. Dus ja, Hugo de Jonge is er ook nog steeds. En zijn schoenen zijn de, ja, makkelijk te mikken, want hij heeft van die hele opvallende schoenen. Dus dan, kan je, dan moet je eerst kijken naar uh, The Day of the Jackal. Dat is een hele spannende film. Dat is, uh, wat was het ook alweer? The Goal. Dat die man ook zo heette. Goal! Goal! Dan gaan we de goal gaan we doodschieten. Charles de Gaulle. Goal. Ja, die moet je even bekijken. Nou, dan moet je met een aantal van die frisse jongens. Mogen ook meisjes tussen zitten, hoor. Maar... En ook wat korte afstandsschieters. Maar ook al lange afstand, waarom niet? Ja. En dan moet je zorgvuldig voorbereiden. Dat kost je honderden uren. Dat kost je veel meer tijd dan te luisteren naar uh, Tom Frass met uh, Exposing the Global Vatican. Dat is maar 99 uur. Nou, je hebt echt wel wat meer uurtjes nodig. voordat jij Hugo de Jong op zijn mooie schoentjes kan. Naar, pof, sorry! En wegwijzen. En vooral dat laatste. Dat zal niet zo makkelijk zijn. Maar het kan wel. En mijn vader zaliger, die zei altijd: Jonke, niet geschoten is altijd mis. Dan kun je het erin brengen ja, nee, de, de boeddhisten zeggen: Een vermeden strijd is een gewonnen strijd. Dus als je hem niet voor zijn schoenen schiet. Dan schiet je raak. Maar... Ik, ik denk niet dat Hugo de Jonge... Nee, ik, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat ik je bij Hugo de Jonge kan zeggen... Want als je hem niet op zijn schoenen mikt met een paintballapparaat... dan ja, heb je gewoon niet geraakt. En dan loopt Hugo de Jonge lekker door. Met zijn doorgesnoven kop. Rekenmaat dat die man drugs gebruikt. Het is een minimale methylfenidaat, Minimaal. Uh, methylfenidaat. dat is wordt verkocht onder merknamen, meerdere merknamen. En een van de merknamen van de goede methylfenidaat is uh, Ritalin. En die andere is uh, Concerto. Maar ze maken alweer een nieuw merk. Verbeter de formule. Tuurlijk zit die vent aan de drugs. Nee, hey, we zijn hopeloos verloren. Hè? En dat is maar goed ook, want we waren knettergek en dan zijn we... Ja, voor een deel, dat blijkt nu, niet knettergek. En dat is mooi. Maar te veel mensen zijn nog steeds knettergek. <laughs> ik vandaag... Ik ben een buurtconciërge, een buurtconciërge ja, Ik heb vandaag een ronde gelopen. Ja, morgen is maandag. Ja, Klarendal, dat vind ik dan persoonlijk... Die moet bovenaan de lijst staan bij de gemeentewerf... van waar ligt de rotzooi? Dus de morgenochtend om 7 uur, als die lamstralen dan. Oh, uh, zitten we dan met z'n allen een keer. ga ik eens kijken. Oh. Oh. oh, oh, oh. Uh, Solostraat, Willemstraat. <laughs> en dan foto's erbij en een beetje beschrijving. Oh, dat is wel heel erg. Ja. Oh, gelijk aantekening maken. Ja, loop ik dus vandaag door met een ronde. En hij heeft onze coördinator gezegd. Dat dat er een nieuw, uh, nieuw aandachtspunt. is. En dat is dat parkeergarage tegenover de co op aan de Hommelseweg. Ga daar een keer boodschappen doen. Hartstikke fijn personeel. Je kan ze heel goed herkennen. En ze lopen de hele tijd van de te spiegelen of andere, andere werkzaamheden te doen. En ze hebben van die hesjes aan. En dan kan je wat aanvragen. En dan geven ze ook gelijk antwoord. En de prijzen zijn vergelijkbaar met de Albert Heijn. Dus wat zullen je hebben? Maar nou, tegenover die supermarkt is dus een parkeergarage. En daar wordt over gezeurd. En terecht. We zijn vol met troep, man. En dan ruimen we. Wij hebben het nou vorige week. We zijn nog twee weken bezig met het project. Ja, dan gaan we die parkeergarage in. Dan neem ik een vuilniszak mee. Met zo'n ring en een knijper. En mijn collega zegt: Ja, daar heb ik geen zin in. Ik zeg: Maak me niet uit, de wikker. We gaan opruimen. Dat heeft de coördinator gevraagd. Nou, vandaag heb ik niet opgeruimd. Met opzet niet. Want morgen of overmorgen moet die parkeergarage volgens bestek zijn gereinigd. En dat gaan we even controleren. Dus dan loop ik door die parkeergarage heen en ik heb al het zwerfvuil geteld. En een, een zwerfvuil is per definitie een stukje viezigheid groter dan zoveel bij zoveel centimeter. Een bierblikje is zwerfvuil. Een vergeten kassabonnetje of zo, ja, dan laat dat te gaan. Hè. Een snoep papiertje, boah, ja, ja. maar een bak waar patat in gezeten heeft. Dat is zwerfvuil. Zestig uh, stuks. Hè? Dus dan lopen we door die parkeergarage heen. En dan tussen al die auto's kijken. En dan loop ik voorbij een auto. En ik zie dat daar twee kerels in zitten. Ja, waarom zitten twee kerels in een auto in een parkeergarage op een zondagmiddag? Maar dat maakt mij verder niet uit, want het, uh, het, het is mijn... Ik heb daar niks mee te maken. En dan loop ik voorbij de voorkant van die auto. En dan gaat die gozer zo met zijn groot licht lopen. Flits, 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 flits. Nou, kennelijke elektrastoring of zo. De auto is kapot. Ik heb er niks mee te maken. En dan uh, ik maar verder kijken... Uh, zwerfafval, een beetje onder die auto's kijken. En vertellen. Want die parkeergarage moet schoon. En schoon blijven, AUB. Want dat hoort niet. Daar wordt ook in geplast. En gepoept. Niet door zwerfhonden. Nee, door zwervers. En dan heb ik alle begrip voor zwervers. Behalve dat. Uh... Ja, het is niet leuk als je zomaar gaat lopen poepen. Er liggen daar menselijke uitwerpselen. En die vent die achter het stuur zat, die gooit zijn deuren, zijn portier open. Want ik reageerde niet op die lichtsignalen. Ja, ben ik zijn slaafje of zo? Ik ben in dienst van de gemeente Arnhem, dacht ik. En ik loop hier in uniform. Hij begint met een luide stem tegen mij. Wat zoek je? Mensen zijn knettergek, joh. Totaal knettergek. Wat doe je nou op een zondagmiddag? Met een, uh, ja, een man met een kleurtje. Ja, dat maakt me verder niet uit. Die Hollander was een kloofzaak. Dus, uh... En die kleurling, die zat dus met een klootzak in de auto. Ja, waarom gaat een kleurling met een Hollandse hufter de zondagmiddag doorbrengen in de parkeergarage tegenover de co-op? En tien meter erachter, daar liggen de menselijke uitwerpselen tussen de geparkeerde auto's. En daar gaan we gezellig lopen doen. Die man die spoort ook niet. En dus zei ik tegen hem: Ik ben hier om de boel te controleren. Nou, die man die wist niet hoe snel hij weer in zijn auto moest stappen. En gelijk ging die auto weg. En hij zag mijn uniform. Had hij niet in de gaten. Hij dacht er loopt een man in een zwarte jas. Er <laughs> staat gemeente Arnhem op. Met het officiële logo, wat de auteursrechtelijk beschermd is. Oeps, verkeerde. No, Piet, we gaan wegwezen. Ja, een, nou, een kleurling kan ook Piet uit. natuurlijk. Zwarte Piet is ook een kleurling, dacht ik. En in mijn, eh, uh, mijn kritiek op de alternatieve media. daarbij maak ik. Uitzondering voor Flavio Pasquino van Blkpaks. beetje moeilijk uitspreken, maar het is Ja. Blk -blk -blk. Het is Black Box, maar dan zonder klinkers. Een soort uh, Hebreeuwse versie van. Uh, Arabische versie van black box, zwarte doos. En Flavio Pasquino. Kijk. Dat noem ik interviewen. Flavio Pasquino, die, die trekt. Flavio Pasquino. Maximaliseert. het uh, overkomen van de boodschap. die de geïnterviewde heeft. Dus hij nodigt iemand uit. en die zegt. Nou, wat jij te vertellen hebt, dat vind ik zo belangrijk. Wil je alsjeblieft bij mij komen? En dan laat hij die mensen ook aan het woord. En als die mensen dan naar een woord zoeken. Dan, dan is dat maar even zo. Nou, iemand als uh, die uh, Pieter Kuit of Piet Pieter Kuit van de BPOC als je daar even moet ademhalen of je komt even niet op de term dan denkt Pieter gelijk maar oké okay. nou jij weet het even niet meer maar ik weet het nog wel hoor en wat ik ook belangrijk vind en dan wat ik het doen en dan toch in de turbine dan gaat hij weer nou Pieter Kuit kan beter een soort one man show gaan halen in plaats van al die geïnterviewden voortdurend te interrumperen. Dat doet Flavio Pasquino niet. Wel, dat. Het was ook erg geweldig, vond ik dat. Uh, iemand gebruikte een term. En die. Wat was die term? Maar dat maakt ook niet uit. Een uh, moor was de term. M-O-O-R. De mooren. En toen interrompeerde hij. En hij zei tegen die man: het ging over Sinterklaas. En hij zei tegen die man: ja, misschien dat niet iedereen weet wat de moren zijn. Kan je dat even uitleggen? Er is zo'n interview over bij Café Weltsmerz. dan Die zouden dus als iemand het woord moor gebruikt. Dat die gelijk zegt: Ja, nou, volgens mij de kijkers. Die weten niet goed wat het woord moor betekent. En ik zal het even gaan uitleggen voor de kijkers. Het woord moren dat, dat refereert aan. Uh... Dat doet Flavio Pasquino niet. Heel netjes. Uh, mensen die bij hem... Ik, ik zou het ontzettend fijn vinden... Niet dat het moet. Ik ben hier niet voor. Uh, maar ik zou het ontzettend fijn vinden... Als ik geïnterviewd moet worden... Om geïnterviewd te worden... Niet door Robert Jansen. En niet door Pieter Kaat. En niet door Tom Svitsers. En niet door die andere gozer van Weltschmeits. Uh, maar door Flavio Pasmino. Ja, dus niet de hele alternatieve media is uh, sucks. Oh, dus, oh, daar ga ik weer die fout in. <laughs> Het is niet zo dat... dan uh, overtreed ik mijn eigen regels. <laughs> Dan moet je op zijn Nederlands zeggen. Eh, niet zo. <laughs> ja. ja, een foutje is makkelijk gemaakt. En je moet erop letten. En ik ben een kanaaltje van helemaal niks, laten we eerlijk zijn. Ik ben geen alternatieve media. Ik vind het ook niet belangrijk, dan. Er een paar mensen die luisteren naar mij. Ik hoop dat je er een goed gevoel van krijgt. Ik denk van, ach, als het met Perry goed gaat. dan kan het niet zo slecht zijn met de wereld en zo. Moet ik heb een beetje zo gaan denken. Laat maar gaan. Kijk, de hele boel gaat er toch aan. Over vijf miljard jaar. Is het afgelopen, hoor. Als je me niet gelooft, moet je dat boek lezen. De Fysica der Onsterfelijkheid. Van Tippler. Frank. Tippler. En nee, ik ga het niet spellen. Maar je, je schrijft het zoals je het zegt: met een dubbele p. Frank Tippler is een Amerikaan, ik. Maar vijf miljard jaar geleden is het gebeurd. Met het leven zoals we dat kennen. This is the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. in die band ook alweer. Losing my religion. That's me in the corner. That's me in the spot. Light. Ja, nou, die bandnaam vergeet ik altijd. Dus. Niet die als, het was niet de Beatles en ook niet de Rolling Stones. <laughs> die namen onthoud je wel. <laughs> Dat is een hele andere maffe naam. Hoe kwam ik daar nou op? It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. Ja, de wereld gaat eraan. Wij niet. wij zijn het gevolg van daar zijn. Dat is een technische term. Er is een boek geschreven door. Jerzy Kosinski. En dat heet Being There. Maar daar gaat het om. Er zijn. Eh, er zijn. De aanwezigheid. Was er. Voordat uh, ja, voordat het woord er was. De aanwezigheid was het. Toen kwam het woord. Nou, de aanwezigheid en het woord. De twee handen op één buik. Dat is Johannes, het vierde evangelie, van jo uh, vierde evangelie van het Nieuwe Testament geschreven door Johannes en dat opent met in den beginnen was het woord en het woord was bij god en het woord was god. Nou, god, dat is de, de, de Bijbelse de, Nederlands Bijbelgenootschap dingen. Ook in het Engels dacht ik. En dat is de aanwezigheid. God is de enige die aanwezig is en wij proberen aanwezig te zijn in zijn beeld om net zo aanwezig te zijn als God is. Want God is aanwezig. Oh Piri, ben jij van de kerk? Nee, ik ben helemaal niet van de kerk. Ik ben van de waarheid. Ik heb filosofie gestudeerd. Dat zegt niks, dat ben ik ook wel. Hm. Dat zegt iets. En ik heb mijn Bijbel gelezen en dat doe ik al vanaf mijn twaalfde, dertiende of zo. Dertiende, denk ik. Dus ik ben met de materie bekend. Hm. En op een veertigste ben ik filosofie gaan studeren. En dan leer je het van de andere kant kennen, met Immanuel kant. Ja, ook uh, Aristoteles. Aristoteles die had het niet over God, maar die had het over anima, de ziel. Die mooie uitspraak van Aristoteles. En die is vertaald in het Latijn. Zo ken ik hem, hij is geschreven in het Grieks. Aristoteles was een Griek. Maar in het Latijn luidt die frase: Anima est quodam modo omnia. En dat. Uh, ja, ik hoef niet alles uit te leggen. Maar. Quodam is zoiets als. Uh, bepaald. Of zo. En omnia is alles. Dan krijg je op zijn Nederlands. De ziel is in zekere zin. alle dingen is alles wat je maar waarneemt, ieder ding dat je waarneemt, dat is de ziel. In zekere zin. Niet alles, niet alles. Ja, je neemt het met een korreltje zout. Maar in zekere zin is de ziel alle dingen. Nou, daar, wat Aristoteles Anima noemt. Dat noemt de Bijbel God. En dat noemt Immanuel Kant, noemt dat de wil. Nee, Immanuel Kant noemt dat het ding op zichzelf. Of op zichzelf. En Artis Schopenhauer noemt dat de wil. En Friedrich Nietzsche noemt dat de wil tot macht. En Heidegger heeft het over da-zijn. De aanwezigheid. Dank je het even weet. En er is in principe niks aan de hand. En dat ik zo zit te zeuren over de Nederlandse alternatieve media. Dat het mag, punt 1. En punt 2. Kunnen wij er trots op zijn. dat wij hier in Nederland. naar mijn oordelen. misschien dat als jij op zoek gaat. en je zegt. nou, ik heb ook even onderzocht. maar nou, ik heb hele andere bevindingen. dat kan. Hè? Maar ik ken in heel Amerika. maar één. Uh, echt alternatief radiostation. Dat is First Amendment Radio. En de rest denk ik van ja. Ja. Ja, dat moet kunnen. Maar Nederland vind ik wel goed. In Amerika, nou oké. Okay, als je in Amerika ruimhartig te gaat tellen... dan heb je... First Amendment Radio. Dat dus het eerste amendement. First Amendment Radio... Donnet. Dat kan je zo vinden op YouTube. We hebben eigen uh, dingen. Want het YouTube-kanaal dat houden ze niet meer bij. Maar ze hebben ook nog een. Uh, ah, zoek je zat maar uh, Tom Fresh zit bij First Amendment Radio. Zat. Ja. Tom Fresh heeft daar uh, de trammeland getrapt over het feit dat ja, bij First Amendment Radio wordt de sabbat niet geheiligd. En daar heeft Tom Fras een punt van gemaakt. Van, hier ga je het over hebben, dat jullie, uh, dat zijn christenen. Je bijbelgelovende christenen. Ja, verdorie. Het is het zoveelste gebod van Mozes. Een van de weinige positieve geboden. Het rest is allemaal... Gij zult, uh, niet, uh, ne en, uh, uh, gij zult niet de buurvrouw mee neuken. En gij zult niet de auto van je buurman stelen. En, en dit niet en dat niet, je zus niet, je zou niet. Ik ben de Heere uw God en uh, ik ben een jaloerse gozer. Je zal geen goden aanbidden. Geen goden aanbidden. Huh? Anders dan ik, want ik ben jaloers. maar dan heb je van die positief geboden. Waaronder. Uh, Hou de sabbat heilig. Of heilig de sabbat. Ja, dat is zaterdag. En niet zondag. Punt. Dus uh, daarom heeft Tom Fress. Uh, opgehouden met First Amendment Radio. Dat is wel jammer. Voor ons. En Tom Fresh is een oude man, is in de tachtig. Ja, die zal het niet veel meer uitmaken. Tom Fresh is getrouwd en zijn vrouw is ziekelijk, dacht ik. Ook oud, En ze wonen in een heel klein huisje. Nou, ah, First Amendment Radio, dat vind ik wel goed. Bij First Amendment Radio heb je Tom Fresh niet meer, maar ze doen nog wel steeds die, uh, die uitzendingen van hem van vroeger, die staan nog steeds, ze uh, worden gehergepubliceerd. Ja, Als ze weer uploaden. Ja, die is goed. En dan heb je Alan Walt van cuttingthroughthematrix.com. Die zit in Canada. Die man is overleden, februari dit jaar. En zijn laatste uitzendingen, daar gaat hij op zijn welbekende vrolijke manier... even uitleggen dat corona... dat het wel vrij normaal is. Want zo zijn ze. Dat is nou precies hoe ze het doen. Dan werken mondkapjes nou wel... of werken ze nou niet. Ja, nou, dat is een spelletje dat ze doen. En Alan Watt van CuttingThroughTheMatrix.com, die weet het precies. Alan Watt is daarentegen nou, niet helemaal waar, want hij weet van het Vaticaan. Maar wat hij niet uh, beaamt. Maar wat hij niet wil toegeven. Dat wat ik vind. Namelijk dat het christendom. in zijn orthodoxe vorm. en daarbij bedoel ik niet de Russisch orthodoxe kerk. of de Griekse orthodoxe kerk. of de Servisch orthodoxe kerk. Helemaal niet. Nee. Orthodox betekent recht. woord. Ortho betekent recht. En dox betekent woord. Of moet je misschien zeggen. Ja, maar orthodox. Maar het orthodoxe, het rechtwoordige Christendom van wat heeft Christus nou precies bedoeld te doen? En daar ben ik van. En ik geloof dat dat mijn bestaan heeft bevrijd van angst. En Alan Watt is een. Ja, die, die doet er niet aan. Die, die vertrouwt er toch helemaal niet meer. Maar ja. De Milner Group en de Round Table van Rhodes. De uh, Royal Institute of International Affairs. En de Council on Foreign Relations. En de Committee of 300. De uh, Fabian Society. Ellen ja, Watts is ook goed. Nou goed, dan heb je hebt dus Ellen Watts. Je First Amendment Radio, dan heb je Ellen Watts. Wat hebben je nog meer? Recentelijk is er een nieuw kanaal gekomen. Wat ik ook wel aardig vind. En dat heet You Are Here. Met een man en een vrouw. En die man is. Uh, die ik weet zijn naam niet. En die vrouw die heet Sydney Watts, Watson. En die vrouw komt uit Australië. En die gozer zit in Amerika. zeiden die maar ook. Uh. Ah, die mag je ook wel meetellen. Die vind ik ook wel aardig. Maar. Ja, in, in totaal onbenul. Van de rol die de katholieke kerk heeft gespeeld in onze wereldgeschiedenis. Van, ja, heksenverbrandingen. Ja, dat was van vroeger. Daar hoeven we ons niet meer druk over te maken. Heksenverbrandingen zijn helemaal niet voorbij. Dan kom je erbij? Nou, kijk hoe ze uh, iemand als uh, Jomanda hebben aangepakt. Die heks, daar moet wat aan gedaan worden. Ze hebben dat helemaal kapot gemaakt. En iedereen vindt haar een uh, debiel, hè? maar dat is je man daar helemaal niet. Ik zou niet weten waarom. Oké, okay, ze liepen in een blauwe jurk, dat is verdacht me. Maar dan nog een. En ja, dan heb je dus daar in Amerika even doortellen. In First Amendment Radio. Oh, dan heb je dus die Ellen Walt, ja, dat is Canada. En dan heb je uh, You Are Here. Maar nou, daar zit een Canadese vrouw bij. Dan heb je alles bij elkaar. Dan heb je een bevolking van Canada, dat is 100 miljoen of zo, 50 miljoen. Dan heb je Amerika, dat wordt ja, er worden steeds meer, want iedereen wil, uh, ja, de, let's go to Amerika. Iedereen wil naar Amerika toe, want daar zijn de uitkeringen veel beter. Uh, hoeveel Amerikanen heb je? 300 miljoen of zo? En dan uh, die vrouw uit Australië, hoeveel mensen wonen er in Australië? Dat is 60 miljoen, ik doe maar een gooi hoor. Maar alles bij elkaar opgeteld is het bijna half miljard. Dan heb je drie uh, sites waarvan ik denk: van ja, daar wil ik wel even naar kijken. Pff, en ik heb een partij website bezocht, jongen. Wauw. Dus ter afsluiting: ik ben hartstikke trots op ons Nederlanders. Die met zo'n kleine populatie. We hebben. Nou, nummer één is uh, Bulk Bux. Je kan het niet echt uitspreken. Je hebt toch die klinkers nodig, hè? Dus black box. Maar je moet. Dan heb je het fout. Maar Blue Met Flavio Pasquino. Ja, die staat nummer 1. En dan. Nou, Blue Tiger Studio. En Café Weltsmatch. Dus dan denk ik een ex-equo. Dan heb je nog weltsmerch Next met jonge mensen. Dan oh. denk oh, die jonge mensen. Wat weten jullie weinig? Ja, dan heb je nog De Nieuwe Wereld. Dat vind ik irritant. Er zit zo'n gozer bij die ook in de reden vallen en beamen. Ja, 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 praat vooral door. Praat vooral door. Ja, ja, praat door. Ja, het punt is. Er kan er maar één tegelijkertijd aan het woord zijn. Ja, de nieuwe wereld. Nou, we toch ook hebben. Heb je ongehoord Nederland? Hm. Hoe verzet ik nou? Op een bevolking van ja, hooguit 10 miljoen Nederlanders. 10, 11, 12 miljoen. Ja, die andere mensen hebben ook Nederlands burgerschap. Ja, maar die kunnen geen Nederlands. Er zijn niet zoveel mensen die op deze wereld het Nederlands beheren. Uh, beheersen, sorry. <laughs> Daar ga ik weer. Maar ook beheren natuurlijk. Onder de knie hebben. En dan woorden beter te gebruiken. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat jullie. Uh... ja, dat je een keuze maakt. Ga ik naar die alternatieve media luisteren? Kijk, tv kijken. Out of the question. Uit van de vraag. Dat niet. Dan kan ik nog beter naar. Uh, kindernetporno gaan kijken. Tickling. Dan moet je naar. Uh, Red Tube gaan. Of. Uh, Sextoep of zo. Dan moet je intypen tikkling. Dan worden vrouwen gekieteld. Dat is echt hartstikke grappig. Heel zedig. Maar wel mooie vrouwen die gekieteld worden. En dan die stemmetjes. <tie> Kindernetporno. Dan kan je daar nog beter naar kijken, naar die algemene media. Naar de staatsomroep. Alsjeblieft. Laat jezelf niet vergiftigen met die platitudes. Oh, de Afghaanse vrouwen, die worden onderdrukt. Laten we al die uh, Afghanen hier naartoe halen. Uh, ja, Wie komen er dan? Ja, allemaal Afghaanse mannen. Ja, onze vrouwen worden onderdrukt in Afghanistan. Dus ik dacht, nou, dan kom ik me hier naartoe. Ja. Zoals die oude wijze Confucius hè, nooit, maar dan ook echt nooit heeft gezegd. Ik hou er niet van dat er aan mijn ballen wordt gelekt. Je tot de volgende, kanjers.